Dag, dames en heren. Wij krijgen regelmatig de vraag: hoe betrouwbaar is nou zo'n weersverwachting voor de komende 30 dagen? Aan de hand van de nieuwste berekeningen kunnen we daar misschien wel een antwoord op geven. En ook deze vlinder komt terug in het antwoord. Ja, de komende dagen kunnen we prachtig zomerweer of nazomerweer verwachten in Nederland. Met veel zonneschijn en hoge temperaturen. En dat strookt enigszins met de berekeningen die we de vorige keren hebben besproken. Maar het ziet er nu toch echt naar uit dat we veel meer nazomerweer krijgen. dan wat we dinsdag en vorige week vrijdag in de toen geldende berekeningen naar voren zagen komen. De vraag is dan ook: kun je dit soort 30-daagse verwachtingen serieus nemen, of kunnen we ze gewoon de prullenbak in gooien? Nou, dat laatste daar ga ik niet in mee, maar ik wil wel wat uitleg geven hoe zo'n verwachting nou tot stand komt. Daarvoor gebruik ik als eerste de pluimgrafiek die de verwachting laat zien wat betreft de temperatuurverloop voor de komende 15 dagen. Dus zoals gezegd, de toppen zijn de maximumtemperatuur en de dalen zijn de minimumtemperatuur. Wat je hier heel duidelijk in terugziet is een rode lijn. Dat is de halfberekening, maar daar blijft het niet bij. Er zitten veel meer berekeningen achter. En die berekeningen zien we terug in het blauw. En met name als de termijn wat vordert, zien we dat daar een spreiding naar voren komt. En die spreiding geeft dus iets aan over de onzekerheid of de zekerheid van de weersverwachting. Hier is die spreiding minimaal, maar in de loop van de periode neemt die spreiding toe. We kunnen echter wel over trends gaan spreken. Bijvoorbeeld dat de temperaturen naar beneden gaan in grote lijnen of juist duidelijk omhoog. En dat is waar we naar kijken in de 30-daagse weersverwachting. Trends in de ontwikkelingen wat betreft temperatuur, luchtdruk en neerslagverdeling. En daar komt dan die vlinder weer naar voren. Want die vlinder die geeft eigenlijk aan hoe we werken met zo'n techniek. Want de berekeningen worden meerdere keren uitgevoerd. Aan de beginsituatie wordt er een kleine wijziging toegevoegd en daarmee kunnen we dus kijken... Hoe betrouwbaar de weersverwachting op de wat langere termijn is, en die vlinder, dan wordt wel eens het vlindereffect genoemd. Dan wordt wel eens gezegd dat als een vlinder in Zuid-Amerika zijn vleugels uitspreidt, dat dat vijf dagen later aan de andere kant van de wereld een flinke storm oplevert. Of we het zo letterlijk moeten nemen, dat is nog maar de vraag. Maar wat wel is, is dat alle bewegingen die in de atmosfeer plaatsvinden effecten op elkaar hebben. En dat effect proberen we nou een beetje te vangen in dit soort lange termijn verwachtingen, bijvoorbeeld voor de komende 30 dagen. En vandaar dat dus gedurende de termijn de onzekerheid toe gaat nemen. Maar wat we ook zien is dat het altijd een beetje een momentopname is. Dus de afgelopen dagen bijvoorbeeld zagen we dat het na zomer weer veel prominenter naar voren kwam in de computerberekeningen. Ik ga absoluut niet zeggen dat de berekeningen van de voorgaande edities de in ingegooid kunnen worden. Maar we zien wel kleine detailsverschillen. Want de voorgaande edities zagen we ook even dat hoge drukgebied in onze omgeving liggen. En leek er even wat na zomerweer aan te komen. Maar nu is het zo dat het hoge drukgebied tot en met 13 september in onze buurt blijft liggen. En voor na zomerweer zelfs op een gunstige plek. Met vooral winden uit oost- of zuidoostelijke richting. Op de oceaan staan overigens lage drukgebieden al wel klaar om te trappelen. om zich wat verder over Europa uit te breiden. Dat was in de voorgaande edities ook, maar nu lijkt het allemaal wat vertraagd te worden. Het zit hem dus echt in de details. Temperaturen komen dan in deze hele volle week dan ook duidelijk boven normaal uit, zeker ten zuiden van onze omgeving en ja, dat betekent dus nazomer weer onder invloed van het hoge drukgebied. En ook in de week daarna zien we zowaar en dat is wel nieuw, want dat was de voorgaande edities niet het geval, maar ook de week daarna zien we dus de temperatuur duidelijk boven normaal uitkomen, maar wel met een andere luchtdrukverdeling en ook met andere temperatuurverdelingen tussen dag en nacht. Want de komende dagen zien we een heel groot verschil tussen de dag en de nachten. Dat betekent helder weer. In de loop van de periode neemt dat verschil tussen dag en nacht af en dat betekent dat er veel meer bewolking is. En bewolking waaruit misschien uiteindelijk ook wel een aantal buien gaan vallen. Die buien die hebben te maken met lage drukgebieden en kijk eens naar deze week de luchtdruk is vooral net wat lager dan gemiddeld en de hoge drukzone is helemaal verdwenen. De neerslag valt vooral ten zuiden van ons, maar ga er maar vanuit dat in de loop van deze periode de buien zich ook gaan uitbreiden tot over ons land. En de week erop zien we dan ook duidelijk dat het wat natter wordt berekend in onze omgeving. Temperaturen zakken dan ook weer terug richting normaal. En daarmee lijkt dan uiteindelijk toch die overgang te volgen naar dat wat wisselvalligere en minder warme weer. In ieder geval geen na-zomerweer. Heb ik overigens nog wel een mooi toetje, want bij de nieuwste berekeningen zien we dat de laatste dagen van september en de eerste dagen van oktober de hoge luchtdruk toch weer lijkt terug te komen. Dus of dat wisselvallige weer lang aan gaat houden of dat hoge drukgebied alweer heel snel terug gaan komen. Dat is nu voorzichtig een signaal. En daar gaan we de volgende editie. Uitgebreid naar kijken of dat dan ook weer in de berekeningen naar voren komt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.